Dit is de basis van Nathan en Mika. En ik ben hier echt al zo ontzettend lang niet meer geweest. Dat ik gewoon geen idee heb waar we zijn überhaupt. Oh mijn god, wat veel lampjes. Dit is de menace. Oh, dit is, wat hebben ze gedaan? Dit is toch maniakkenwerk. Waarom? Dit topt alles. Ze hebben hier letterlijk villagers. Dit is waarom ze Kingdom Familie heten. Dit is zeg maar de familie. Wat je hier ziet. De familie. Dat is de familie. Al die beesten. Hey, hallo en welkom. Leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag is een hele bijzondere Content 2 video. De kerstboom staat ten eerste nog steeds. De video had echt iets van 4500 likes. Dus dat was echt meer dan een maand. Anderhalve maand moest ik die stomme kerstboom laten staan. Anderhalve maand, jij! Ik ben hier vandaag met Brom. Hey, vrienden. Brom, wat gaan we doen vandaag? We hebben vandaag iets leuks op de planning. We hebben iets enorms leuks op de planning, jongens. Iets moois. Iets moois. Iets wat iedereen wil. Iets prachtigs. De machtige server tour van Content 2. Een prachtige server tour. Bram en ik gaan even naar alles en iedereen om jullie een keer een complete kijk te laten geven. Hoe zeg je dat op de hele server? Een observatie van alles. Een observatie. En Bram, waar beginnen we? Ik denk dat het mooi is dat we hier gewoon beginnen. Ja, maar dat kent iedereen al. De rommels. Doen we dit als laatst voor de mensen die het oprecht gewoon nog nooit gezien hebben. Laten we dan naar de underdogs gaan. We gaan naar de underdogs. Maar bij een servertour hoort natuurlijk ook de nether, want dat is deel... Wat doe je? Laat me gewoon lekker viben. Dit is deel van de server natuurlijk. En om naar Nathan en Noah te gaan, of Nathan en Mika, hoe moest je dan gaan? Volgens mij moest je dan eerst via Anne inderdaad. Niet via Anne. Nee, richting Anne moest je gaan. En dan hier ergens uitstappen. En dan hier. Nee. Ja, deze kant op. Oh, ik ben sneller. Ja. Yeah! Oh, wacht trouwens. Nee, trouwens, gaan we dan maar deze kant op gaan. Gewoon. Bram, stop daar eens mee. We keren hier aan. Hoe zeg je dat? We komen aan. We zijn aanwezig. We zijn binnen. We zijn geïnfiltreerd in de basis van Kingdom Bay. Dit is de basis van Nathan en Mika. En ik ben hier echt al zo ontzettend lang niet meer geweest... dat ik gewoon geen idee heb waar we zijn überhaupt. Nou, ik noem het altijd... Oh, wacht. U staat hier. Ja, dat klopt. Oh, wauw. Wow, dat hebben ze vet gedaan. U staat hier. Goed, hè? Ja. Dit is dus eigenlijk een hele factory gewoon. Dit zul je niet geloven, maar Nathan heeft hier echt... Gewoon een heel dorp. Het is gewoon echt een fabriek waar we nu zijn aangekomen. Ja, echt. Ja, dit is echt een fabriek. Oh, dit is een main base. Dit blauw is, hebben ook alles een kleur gegeven. Ah, maar het laatste keer dat ik hier was hier nog niet zo... Oh mijn god, wat is dat? Ja, dat is voor die achievement, weet je wel. Oh. Even van het hoogste tot het laagste punt moet vallen. Maar dit is hun main basis waar we nu zijn. Ja, dit is de main base. Ja, hier ben ik al eerder geweest. Dit herken ik ook gewoon. Nee, oké, dit is prima. Dit is niks veranderd, maar hier hebben ze gewoon een kist, een tool, wat dingen, weet ik wat. Een hele saaie enchantment room nog, al zeg ik het zelf. Ja. En dan, wat hebben we nog meer? Dit is mager, inderdaad. ja. Zoals je hier ziet, dit is een factory. Oh my days. Ik moet mijn FPS hiervoor echt naar beneden zetten. Of mijn render distance. Kijk, en dit, Bram, is de reden dat het Kingdom Bay heet. Dit is de reden. Ik. Kijk mijn FPS hier. Dit is waarom het Kingdom Bay heet. Al deze bijtjes hier. Niet zo hard. Max! Niet zo hard praten, alsjeblieft. Ik haat je, Bram. Dit is mensenhandel, maar dan met bijen. Dit is gewoon... bijenhandel, zo kan je het ook wel noemen. Zo kan je het ook wel noemen. Gewoon bijenhandel. En dan wat heb je nog meer? Laat me de route zien, Bram. Oké. Het is wel gezellig geworden hier. Ja, ze hebben het hier echt helemaal volgeplakt gewoon met bomen. Met bomen. Ik ben legit de weg kwijt. Oh ja, hier is het naartoe. En dan gaan we hier was eerst niks. Nee. Nou, dit is echt gewoon... Wat zijn ze hier allemaal aan het doen, zeg? In Kingdom Bay. Dit zijn dus wol-generators. Oh, een diamond. Ja, mensen. Wat hebben zij veel? Ze hebben van alles een farm gewoon. Nee, maar hun zijn underrated grinders. Ze kennen het niet. Wat is dit hier links? Dit is... daar gaan we zo kijken. Pumpkin en melon farm. Dit is voor de villagers. Oh, dit is een automated pumpkin en een melon farm. Maar het zit ook zo vol allemaal. Het is allemaal vol gebouwd. En dan hier? Hier links, dit was de Hall of Fame. Dit is waar de machtige mannen doneren. Twee donaties. Oh, nee, meer. Nee. Hier hebben we de almachtige Colin. Jemig, Colin. 600 euro. Ja, almachtige Colin heeft... Almachtige Colin kent inderdaad geen... Hé, Rick, waarom staat Rick Forsy? Dat weet ik niet. Volgens mij Rick Force 2 euro. Mooi. Heel mooi. Wat hebben we nog meer, Bram? Laat me de toekomst zien. Nou gaan we eigenlijk... Ja, maar dit is het meest impressive, vind ik. Okay. Dit heb je volgens mij wel een keer gezien. Dit is de villagerruimte. Hier hebben zij alle villagers. Juist. Maar... Oh mijn god, wat veel lapjes van Dit is de menace. Wat hebben ze gedaan? Dit is toch maniakkenwerk. Waarom?
Het wordt erger en erger. Ik dacht eerst al die bijen was erg. Toen dacht ik die schapen, dat is erg. Nee, dit topt alles. Ze hebben hier letterlijk villagers ondersteboven staan. Op de kop. Op de kop. Dit is jouw toekomst, Bram. Dit is echt inderdaad verschrikkelijk. Dit is de toekomst van Voorden. Sorry. Zo werkt dit niet. Sorry. Nou, en hier hebben ze dus met rails gaan ze overal. Ja, oké. Okay. En dan krijg je overal op een nieuwe plek villages. Ze hier inderdaad. En hier, ze hebben hier echt legit alle boeken. Ze hebben, ze hebben letterlijk alle villages gewoon voor mijn gevoel. Als ik het zo zie. Ja. Ja, maar wij hebben naar beneden hier zelfs met nog meer villages. Ja. Oh ja, maar het zit boven en onder zit het helemaal vol. Kingdom bij moet gestopt worden. Huh? Wat is dit dan? Dit weet ik niet. Dit werd het stadhuis, aldus Nathan. Het is volgens mij nog een aanbouw. Het is een beetje begroeid hier. Ja, dude, dit is echt verschrikkelijk. Oh, je kan dit er niet... maar het is groot. Ja, het is echt groot. Oh, dit is de... Waarom is het zo volgroeid hier? Je kan je toch niet tegen elkaar praten in de vergaderruimte? What the shit? Ik vind het wel heel lijp met die emeralds in die banners. En dat is dan de stoel. Heel sick. Kantoorkoning Nathan. Het is helemaal volgroeid, Nathan. Je kantoor is volgroeid. Ja, maar dit heeft sowieso een kingdom gedaan. Ze zijn prank. Dat denk moet je? Niet. Dit kan, dit zouden ze toch niet zelf doen. Nathan zou dit echt niet zelf doen. Dit zou heel raar zijn. En dan hier zeker kantoor Mika. Ja. Ik denk het. Ja. Maar ze moet echt geprankt zijn. Dat kan niet anders. Dat kan inderdaad niet anders. Maar, zijn ze überhaupt nog wel hier? Het lijkt wel gewoon uitgestorven. Ik weet het niet. Maar als het een beetje hun stijl zou zijn, dan zou de hele villager training al ook wel volgen. Ja, dat klopt. Is er nog meer? Dus of was dit hem? Nee. Ze hebben nog meer. Ze hebben nog meer. Oh mijn god zeg. Ze hebben hier... Wat is dit dan? Pumpkin gebouw? Dit pumpkin is een sugarcane farm. Ja, wat is dit veel hierheen? Melons. Oh mijn god, er zitten melons in de build zelf. Ja. Oké. Wauw. Dit is een sugarcane. Dan hadden ze volgens mij, als ik het goed heb, hier nog een gebouwtje naast. Hier is, ik zie inderdaad nog meer. Maar houdt het op. Maar dit is gewoon dit is een kantoor. Ja, dit is een kantoor. Volgens mij was dit het. Jesus Christ, wat hebben zij veel. Ze hebben stiekem best wel veel, hoor. Ze hebben echt niet onderschatten. Ontzettend veel. Ja. En die bijen laten mijn hele PC gewoon ontploffen, joh. Oh my days. Nee, wel echt lijp wat ze gedaan hebben hier allemaal. Ja, ze hebben het wel echt goed aangepakt. Dit is weer terug naar de... Nu zijn we hier bij het begin. Hebben we overgeslagen. Ja, alle gebouwtjes hebben we gehad. Ja, we hebben alles gehad. Ja, we hebben ze allemaal gehad. Nee, wacht, hier rechts blijkt ook nog iets te zijn. Hier. Wat is dit? Dit is mooi. Oh, dit is de mine waarschijnlijk gewoon. Zit er nog lava beneden? Weet ik niet. You will only find out. Nee. Laten we even naar het volgende kingdom gaan. Bram, hier zou ik jou een tour geven. Welkom in Kingdom Familie. We kwamen hier uit de Nether Portal en for some reason kom je in het water terecht. Dan heb je hier de nerdkamer van Iddo met de computers. Heb je dat al gezien? Nooit? Mooi. Dit is de computerruimte van Iddo. Je kan niet alles monitoren van wat er op de server gebeurt. Dit hebben ze leuk. Dan hier heb je... We gaan door. Dan heb je aan deze kant... heb je de main cave. Is dit? Letterlijk, het is een cave. Is vet. En het is de main cave. Je hebt hier... ik weet niet waarom Iddo dit gedaan heeft, maar hij heeft hier een pingpongtafel gemaakt. Even wachten. Pongt. Wacht, blijf staan. Ik ping. Pinkt. Pongt terug. Maar ik wist niet dat dit zo ver doorloopt hier. De laatste keer dat ik hier was, liep het helemaal niet zo ver door. Oh, wauw, wat een furnaces. Het gaat gewoon echt nog helemaal hierheen zelfs. Huh? Ja, het gaat eigenlijk heel diep. Wat hebben zij gegrind dan ineens, dat dit er allemaal is? Oh, maar hier komt een villager. Villagers chillen hem hier. Looting en channeling. Wauw, dit gaat ook echt ver door. Ze hebben heel veel nieuwe dingen hier gemaakt. Allemaal villagers. Heel lijp. En dan hier is gewoon een beetje mine en niks bijzonders. Nou, oké, prima. Nee, en een grote furnace-ruimte. Ja, nou, ik weet niet, ik denk het, ja. Dit was de main cave met de grote enchanting-ruimte. Hier ook prachtige enchantment room. En dan gaan we nu het huis in. En hier heeft Iddo weer allemaal Iddo-dingetjes gemaakt. Zoals een bed met echt grote kussens erop en zo. Ja, dit is echt een Iddo-ding. Dat zijn echt Iddo-dingetjes. En volgens mij was dat het wel in het huis hier zelf. Ik weet niet, er is nog een trap omhoog. En het zal me niks verbazen als Iddo daar nog meer heeft. Een tafel en armor stands. Oh, een kist, kisten staan gewoon hier. Oeh. Ja, nee, dit is gewoon wel een nuttige ruimte. Dit is een nuttige ruimte. Bram, ik zag hier... Kijk, waarom zit hier een tripwire? Om de deur, Om de deur. Waarom hebben ze een tripwire daarvoor gebruikt? Ja, omdat ze een pressure plate waarschijnlijk lelijk vonden. Kijk, dit is het is echt best wel een mooi huis. Het ziet er leuk uit, Het is echt een vikinghut of zo. Het is een soort van vikinghut, Laten we nu naar nog een Iddo-beeld gaan. Echt iets wat Iddo weer gedaan heeft. En dat is hier een hangstoel aan de boom gemaakt. Dat is leuk, maar hij heeft het van het internet.
Bram, 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 bram. Bijna het pakje naar de knoppen. Bijna het mooie pakje. Helemaal stuk. Kijk, hier een gezellig plekje waar we kunnen chillen met z'n allen. Huh, ze hebben een nieuw huis. Er is echt veel veranderd hier. Ze hebben hier ook een grote farm. Kom. Nee, Bram, we gaan niet op de stoel zitten. Nou, doen we pas als ons... Wat is dit dan? Nog een... Dit is nog een zo'n stoel. Ja, maar ze hebben hier allemaal... Oh, wat, hè? Oh, wauw, wat dit is zo'n hangstoel, weet je ook. Zo'n schommelstoel. Oh, ja. Maar wat is dit dan? Hierboven? Dit ken ik niet. Oh, dit vind ik wel heel cool. Dit raampje hier. Deze. Maar wat is het? Wat heb ik hier? Hè? Je kan zitten, maar... Oh, dit is een chillruimte of zo, denk ik. Oh, en dit is de tafel. Oh, dat is oprecht zo leuk gedaan, dat je de tafel omhoog en naar beneden kan doen. Maar je kan hier ook boven. Het. Wat is hier boven dan? Ja, ik vind echt leuk wat ze met de inrichting gedaan hebben. Ja, ze hebben goede smaak. Dit is echt goede smaak, inderdaad, dit. Dit is waarom ze Kingdom Familie heten. Dit is zeg maar de familie, wat je hier ziet. De familie. Dat is de familie, al die beesten. Weet je dat ik hier een keer was en dat het zo erg lekte dat ik gewoon een soort van geëist heb dat ze allemaal dieren gingen vermoorden? Ik heb het gezien. Er waren zoveel bezig, dat was echt te veel. Maar ik zie daar ook nog wat nieuws. Dit is weer zo'n Edo-dingetje, een picknicktafel. Is toch leuk? Ja, het is wel heel leuk, maar het is echt een Edo-dingetje. En dan heb je hier zo'n leuk picknicktafel. Ja, dan heb je hier een picknicksfeertje en dan heb je hier gewoon één grote Demon-S-lantaarn. Waarom staat die er inderdaad? Oh nee, er staat een snow golem in. Die schiet vuur. Oh, er staan er meerdere in zelfs. Die defende mensen als het ware. Oh my days. Waar was hij toen die creeper aanviel? Kom, we lokken een creeper erin. Kijk. Ik wil zien of het gebeurt. Nee, ik wil zien of het gebeurt. Kijk. Of het zijn er twee. Nou, we gaan zien wat er gebeurt. Pak ze, jongens! Pak ze nou! Ze doen niks! Oh, jawel! Oh, jawel! Oh, mijn god! Oh. Het werkt! Het is alleen niet maar zo efficiënt. Het werkt wel, maar het is niet efficiënt. Oh, mijn god. Go! Vuur! Vuur, jongens! Vuur. Pak ze! Pak ze! Vuurballen. Nee, vuurballen niet. Bij mij zijn het gewoon normale sneeuwballen. En ze doen ook gewoon geen damage, volgens mij. Oké, hier is nog een hutje. Dit is de... Mine, denk ik, of zo? Oh, weer prachtig ingericht. Prachtig. Oh, wauw. Subliem. Dit is mooi. Het is net een hok. Het is gewoon een kooi. Het is mooi. Het is net een hok. Het is letterlijk een hok. Het is een hok. Het is een hok. Hey, nou, dit was wel Kingdom Familie. Ja, goedgekeurd. Goedgekeurd. Laten we doorgaan naar de volgende. Bram, we zijn in een gevaarlijk territorium. De vijand. De Zantex. Het gebied. We benaderen het gebied van de Zantex. En er is daar echt veel veranderd. Dat heb ik laatst in mijn livestream al gezien. Maar... Je hebt net een Enderman aangekeken. Hier, pak hem. Hier. Titanenstrijd. Die titanenstrijd. Lang versus klein. Dun tegen dun. Hij was dik, ik ben dun. Nee, maar ik vind oprecht deze basis zo leuk. Die van de Zandhex. Ja, dit is leuk. De Zandhex heeft gewoon hier, ondanks dat ze de vijand is, heeft ze echt een leuke basis. Want ik weet, dit is natuurlijk in de eerste piramidetje waar boven helemaal niks is. Naast de katten en de slaapkamer. Dat wel heel leuk gedaan is overigens. Maar haar vergaderruimte, die vind ik pas leuk. Die is volgens mij deze noodblok hier. Ja, zo, en dan hierheen. Ja, iedereen. Ja, dat klopt. Kijk, en dan kom je hieruit. Hier hebben we de oorlog gevoerd. Hier zijn we hebben besproken hoe het met de oorlog ging. Hier is alles begonnen, inderdaad. Onze stoelen bestaan ook nog. Kijk, hier is mijn stoeletje. Hoezo stoelen? Oh, je bent daar. Stoelen. Ja, ik zit hier. Kijk, wij zaten ver uit elkaar, Bram. Het was ook wel nodig, Max. De strijd was hard. De ruzie. De spanning. Er was zoveel spanning. Hier heb ik na afloop nog een... wat is dit? 4 januari 2022 victory. Oh, wat Kingdom kut hebben ze dit gemaakt. Wat is dit? Kingdom Jungle voor altijd onze kameraden. Wat is dit? Kingdom Anoa, winner of the war. De oorlogsbanner. Cringe. De oorlogsbanner. Ze hebben wel echt een monumentkamer gemaakt. Maar dit is het schild dat ik van Anna heb gestolen. Weet je waarom je cringe vindt? Omdat je niet hebt gewonnen. Hou je bek, Max. Anders had jij ook een monumentkamer. Bram. Dat is niet waar. Daar had ik geen motivatie voor om het te maken. Hier, we gaan hierheen en dan... Doei! Hoppakee, daar kom je zo uit. Het is wel echt leuk gedaan. Nou, dan de grote piramide. Heb je dat interieur al gezien? Nee. Dat is echt amazing gedaan, het interieur. Dit is magnifiek. Artistieke kunst. Nee, deze moeten ze even een keer afmaken. Zelfde voor hun prachtige Sphinx die ze daar op de achtergrond hebben. Die is zo lijp, maar die moeten ze gewoon afmaken. Weet je hoeveel gold daar wel niet in zit, jongen? Is dat... Oh mijn god, het valt me nu pas op dat dat helemaal met gold gemaakt allemaal is. Gold. Is allemaal gold. Oh my days. Ik dacht gewoon dat het geel en dan let je er verder niet op, weet je? Nee. Is maar dit gold, is gewoon met gold gemaakt. Wauw, en die poten ook, die zijn echt heel sick. Ja. Maar ja, het enige is, hij is zeg maar gewoon...
gewoon, het is een voorkant, een mini. Het is een hoofd. Het is een hoofd. Laten we naar het prachtige dorp gaan van de Zantex. Ik hoorde daar de nieuwste ontwikkelingen zijn met de spellen en de potions. Wat de Zantex allemaal kan uitvoeren op dat ons. Dat is een project van de compagnon van de Zantex. Dat is namelijk de Zandwicht. De Zandwicht. Je hebt de Zandheks en de Zandwicht. En dit is een project van de Zandwicht. En dat is, dat is Noah. Noah is een Zandwicht. En zij is hier bezig geweest met haar mini-dorp. Het is, het is een Italian flavor. Want Noah die is ook van Italiaanse afkomst. Echt? Dus vandaar een beetje... Ja, dus je hoort het ook van de naam. Ja, dat... Is niet waar. Vooruit. Nee, maar ik vind het echt leuk. Een soort Assassin's Creed-achtig stijl vind ik deze dorpje zeker. Hebben. Dit moet, ik hoop dat dit hele eiland gewoon vol wordt gebouwd. Dat hoop ik echt. Dat zou zo ontzettend cool zijn. Architectgewijs is het mooi ingericht, moet ik zeggen. Echt heel leuk gedaan. Disclaimer, Kingdom 4 heeft hier wel een bijdrage aan geleverd. Na de oorlog. Dus het is nu goed tussen jullie. Wij hebben eigenlijk ook bijna de helft van dit dorp gebouwd. Of ja, althans ik. Het ziet er leuk uit. Het ziet er echt heel leuk uit. Oké, nou ik denk dat dit wel Kingdom Zand was. Ja, Anoa, dat mij hebben ze niet meer. En volgens mij heeft Kingdom Anoa niet meer dan dit inderdaad. Maar het is best veel hoor. Je ziet hoeveel werk er in alles zit. En hier een prachtig putje. Heb je hier ook iets in het putje? Nee, is gewoon een lelijk putje. En dit is ook weer zo'n Edo dingetje weer. Hier. Ja, zeker, zeker. Kijk Bram, zitten we dan bij z'n tweeën. Na de oorlog hier. Ik lig... Waarom gaat dit... Juist. Je ligt lekker in de zand te vroeten. Ik zit hier te kijken naar het dorpje van de Zandwicht. Heerlijk. Naar wie gaan we nu Bram? Laten we nou naar onze kameraden van Koud gaan. Naar Kingdom Koud. Trouwens. We gaan niet naar Koud. Wat dan? We gaan eerst naar Rini en Maurits. We gaan naar de jungle. We gaan eerst naar de jungle, jongens. Oké, beginnen we bij Maurits' basis. Dan kom je gewoon hier in maar hier span je in Maurits' basis. Hier span je in Maurits' de unit basis is dit echt gewoon... Dit is een beetje hetzelfde als Nathan en Mika, maar dan ondergronds allemaal. Dit is wel een beetje gek nog steeds. Ah, hier zijn ze gewoon nog mee bezig met deze ruimte. Nee, maar hier gaan ze de ceiling bouwen. Gewoon het plafonnetje. Huh? Ja. We komen er niet uit. Ja, we moeten even door zo'n hele scaffolding heen. Alleen... Ja, maar waar is dat? Drommels, we komen er niet uit. We zitten vast, Brom. We zitten vast of zo. Nee, het is wel echt een leuke basis, dit. Het is echt mega groot. Je kan hier als het goed is ook nog heen. En dan hier heb je een soort automatisch kistsysteem. Maar dat is nog niet af hier. Het is, ze hebben eigenlijk een... Ze hebben eigenlijk een heel... Ja, dit is nog een aanbouw van hun. Maar hier willen ze volgens mij een heel soort transportsysteem voor items maken. Die ze uit de farms halen. En wat is dit? Dacht ik. Waar gaat dit heen? Huh? Dit is allemaal onbekend terrein voor mij. Huh? Ja, dat ik ook niet. Dit is ook nog niet afgerond, volgens mij. Huh? Oh my days, waar zijn we? Ik weet niet eens waar ze hier aan het bouwen zijn, doe. Oh mijn god, kijk hoe dit er van buiten uitziet. Wacht even hoor. Wow, wat lijkt. Wat is een kaak van een beest of zo? Nee, dit zijn van die... ze zijn allebei heel erg fan van Star Wars. En dit zijn een beetje van die doeken volgens mij. Gewoon van die overkappingsdoeken. Kijk, ze hebben ook een turret hier staan en zo. Oh my days. Dus, ze hebben hier een hele sentry gun staan. Dus ze hebben hier letterlijk een... Gewoon een grote... Dit is echt heel lijp. Maar laten we dezelfde route weer naar binnen nemen. Want dan kunnen we verder gaan waar we gebleven waren. Ja, ik weet in principe... Ik heb die beest wel helemaal... Ik heb al een tour gekregen. Dus ik weet Oh my days. Dan geef jij maar verder de tour. Je hebt hier ook speed van de beacon. Maar wat is dit dan? Waar zijn we hier nu? Wat is dit? Hier heb je een opening. Dit is redstone. Hier. Deze beest ameest me met een seconde meer. Hier, moet je zien. Je kan hier... Hier. Je kan hier gewoon doorheen. Kom maar aan. Oh, dan ben je gewoon weer bij het begin. Oh my days. Op die fiets. Wat is dit? Tuurlijk. Waar gaat dit heen? Oh, hier kwamen we net. Ja, hier waren we net. Zie je? Ja, ik snap hem. Oké. Maar dit is dus een... weet je, dit rioleringssysteem is eigenlijk een... Dit is voor de spulletjes, systeem. Voor de items. Ja, voor de spulletjes inderdaad. Oh. Dat is gekoppeld aan hun bamboefarm. Aan hun bamboefarm. Ja, die zit hier links, hè? Die vind ik echt zo mooi. Dat is een automatisch systeem. Dan gaat er eens in de zoveel tijd gaat er zo'n pistonmechanisme met slimebox gaat zo op en neer. Waardoor die bamboe verzamelt. Oh my days. Dus dat als fuel gebruikt kan worden. En dat bamboe wordt dan... Echt heel sick. Zie je dat water daar rechts? Ja. Achter in het hoekje. Daar gaat daar wordt het dus heen. Ja, en dan gaat het dus via het rioleringssysteem gebruikt worden als fuel. Wow. Lijp. Dacht ik. Heel sick. En dan hier de main ruimte. Met natuurlijk de grote kistenkamer. Ja. Is dit allemaal automatisch gesorteerd? Nee, hè? Of wel? Is dit allemaal auto. Is dit automatisch gesorteerd? Dat meen je. Dit is de Imperial Back Alley. Hier, ja. Huh? Auto-soort. Mijn god, wat hebben ze gedaan? Ja. Wat lijp. Dit is echt gewoon... Eten niet voor niks, Kingdom Grinders. Hoge wiskunde voor mij, dit. Ja, dit wat is... Wat ik hier allemaal zie. Hoe kom ik hier überhaupt weer uit? Hier, hè? Ja, hier. Ja.
Jesus Christ, wat een basis hebben zij ook. En dan hier hebben ze prachtige kunst. Dit is hun beacon. Ja, dit is heel vet, ja. Dit hebben ze wel echt heel sick gedaan. Yep, die beacon. Met die glass planes hier ook. Die gaat helemaal naar boven toe en zo, weet ik veel allemaal. En dan hier, dit is lijp. Ken je dit? Hoe dit werkt? Ja, dit ken ik. Dan moet je er een enderpearl in gooien. Kijk, dit kunnen we samen doen. Hier, loop jij maar eens, gebruik jij die enderpearl maar eens. Kijk, dan gooi je hem erin inderdaad. Ja, kijk, nu zit die enderpearl en loopt nu eens weg. Kijk, en als ik nu gewoon zo dusdanig snel Bram terug wil, doe ik gewoon zo. En is Bram weer terug. Dat is zo'n goed bedacht systeem. Dat is echt heel leuk. Ja, dat is echt vet. Dat is echt heel vet. Echt heel leuk. En dan hier de uitgang, natuurlijk, met de deurbel van Star Wars overigens ook. Ik vind die deur echt sick. Hier, dit is de, de mailbox. Maar zonder mail. Ik denk dat de basis was van hun, toch? Of niet? Of is er nog meer? Wel, ja. Wie weet hebben ze nog veel meer, maar dat echt geen idee. En dan nu, Bram, komen we aan. In de prachtige jungle. Juist. De basis van René en Floor. Laten we beginnen bij René, hier links. Er is hier een grote aap ten eerste, die heeft Floor gemaakt. Maar wil je wat leuks weten van die aap? Wauw. Er is wat heel leuks met die aap. Kom. Kijk. Okay. Dus hier bij die aap, hier een knopje. Dan kan je hier naar beneden. En dan kom je in hun geheime vergaderruimte, die ze al die tijd al hadden. Waarom moet je hem nou weer aankijken? Hij keek mij intimiderend aan. Kijk hoe lijp deze vergaderruimte. Alles is zo ouderwets, een beetje in die jungle, weet je. Hou op, dan ben je luid. En dan kom je hier aan in hun vergaderruimte. Kijk, ze hebben elk kingdom hebben ze uitgestippeld hier. Elk kingdom hebben ze in kaart gebracht. Dus ze zijn gewoon bij... Ja, ze hebben alles in kaart gebracht van alles en iedereen. Sick, hè? Sommige zijn wat ouderwets, zoals bij mij is de brug en zo nog. Ja, hier hebben ze nog onze arena. Wat de shit? Ja, daarom. Het is wel wat ouderwets, maar ze hebben wel alles gewoon in kaart gebracht. Dat is wel heel vet. Dat is echt heel lijp. Maar dit heeft Flora en René samen gedaan. Kijk, hier heb je een kantoortje met een boekje waar helaas niks op staat. En dan hier kan je weer omhoog. En dan kom je zo, hoppakee, uit weer in de jungle achter de aap. Oké, maar goed. Hier omhoog in de boombram, volgt u mij? Die gaan we omhoog. Zo, dan kom je in René de basis gelijk uit. En dan hier links. René, het is echt een doolhof als het ware. Je ziet hoeveel bomen er gevuld zijn met huisjes. Dan heb je hier links gewoon een kamer met wat muziek erin. Zodat waarschijnlijk alle vogeltjes kunnen dansen. Oh, wat een vet. En een vogelhuisje. Hoe leuk is dat? Dit is echt super leuk. Die vogelhuisjes zijn leuk, hè? Met die dingetjes, die coral erin. Alsof het echt een nestje is, weet je? Dan nog meer kamers. Ja. Nog meer kamers. Hier is gewoon de algemene kistkamer. Nog een vogelhuisje hier met de vogeltjes erin. Hoe leuk is dat? Super. Dat vind ik echt heel leuk. Dat is leuk, vogelhuisjes. Hè? Dan hier beneden heb je nog ruimtes waar je kan lopen. Dat overal heen gaat. Ja, zonder dat je überhaupt een idee hebt waar het allemaal heen gaat. Hier beneden kan je. Ik heb geen idee. Kijken we zo op. Terug omhoog heb je hier ook nog deze kamer. De kattenkamer van René natuurlijk. duidelijk. Dan kan je hier nog verder omhoog. Dan kom je hier in nog meer ruimtes uit. Waar helemaal niks staat. En dan hier nog een ruimte waar overigens ook helemaal niks staat. Maar mogen we de draak natuurlijk niet vergeten. Maar dan moet het even dag worden. Nee, die dragon is echt insane. Hebben we hier ergens een bedje of zo? Ja, René heeft vast wel een bedje. Ik ga even René een bedje slapen hoor. Oeh, sexy Bram. Oeh, yeah. Maar kijk, die draak van René die is zo leuk. Die is oprecht heel leuk. Van voren ziet hij er echt heel akelig uit. Maar, als je hem van de zijkant ziet, kijk, dan gaan we hierheen richting Floor. Want het leuke is, Floor en René de basis staan aan elkaar gelinkt. Maar kijk, die draak, hoe lijp is dat? Ja, dat is echt een scene. Dat is toch sick? Dat is toch gaaf? Die kop en die vleugels en weet ik wat ze allemaal aan doen is. René is hier zo vaak voor gestorven, jongen, om die draak te bouwen. Die is zo vaak dood gegaan. Dan hier begint een gedeelte. Dit is tussen de basis van René en Floor in. Dit is de potionruimte. Dat spreekt voor zich. Dan gewoon lege kamers, omdat het een pad is. En dan hierboven zit, als het goed is, niks bijzonders. Nee, dus dat is een beetje nutteloos. Dan hier heb je een witte kamer, I guess zo. Met witte dingen. Ja, maar hier maakt ze volgens mij banners of zo. En dan vanaf deze deur kom je volgens mij gewoon in Floor de basis terecht. Ja, veel overzichtelijker. Overzichtelijker is het hier. Kijk, hier kan je naar beneden veilig. En dan kan je hier nog omhoog. En heb je hier een enorm leuk ingerichte slaapkamer. Ja, sexy. Heel mooi. Volgens mij was dat het hier, hè? Of niet? I don't know, nee. Volgens mij, je hebt nu natuurlijk daar de jungle gehad van Maurits en Mark. En heb je hier René en Floor. En volgens mij missen we niks. Ja, dit prachtige ruimte hier, maar... Nee, at the moment niet, toch? Want we hebben de poort al gehad van Justin. Ja. Nee, van... Dan kunnen we door naar de volgende, denk ik. Dan gaan we naar de mannen van koud. De mannen van koud. Bram. Groet. Welkom in het koudste kingdom dat er is. En het greet. Kingdom koud. Kingdom koud. Ik vind dit oprecht echt leuk gedaan. Maar dat komt vooral omdat ze zo een mooie plek hebben waar ze bouwen. Ja. Het is echt... Zij hebben echt een van de mooiste plekken uitgekozen om gewoon hun basis te kunnen bouwen. Je komt hier eerst natuurlijk aan in het vikinghuis met een map en echt een prachtige... Dit snap ik niet, dit. Waar is dit voor? Nee, maar kijk, die met die lever ook echt hier. Like, waar is dit voor? De
Dankjewel, Bram. Hier heb je de troon van... wie zit hier? Robin of... Wie zou je zitten? Robin of Justin? Denk Justin. Rip Robin. Ja, maar het is echt... Ja, ik heb een nieuw baantje hier, hè. Als in, ik ben dingen voor ze aan het bouwen en zo. Je bent een slaaf geworden, Max. Nee, ik krijg er geld voor. Ik krijg er geld voor. Okay, kijk, dit is mijn werkstation. Dit hier is mijn werkstation. Mooi werkstation. Mooi werkstation, hè. Maar dit is eigenlijk gewoon een dorpje... Tezijde, ja. Weet je, want uiteindelijk is het meest belangrijk als je het pad hier naar boven volgt, is die grote ruimte daar. Ik denk dat dat, als ze het af hebben, hun main basis gaat zijn. En dan is het dorpje gewoon een beetje voor de gezelligheid eigenlijk hier. Ja, volgens mij is het meer een beetje voor de sier. Inderdaad. Voor de sier, ja, want hier kom je echt in hun mega basis terecht. Ook ja, gewoon. Die main hall is echt sick, joh. Eigenlijk zijn ze ook grinders, zo met bouwen vooral. Als je het zo ziet. Kijk, nu is het daarboven belicht. Dankjewel, Bram. Ja, daarom. Ik wil even alles even belichten. Daar wilde ik al heel graag zien. Zo, belicht het plafond even. Nee, maar hier is verder nog niet heel veel bijzonders. Weet je wat ik het mooiste vind in deze basis? Nou. Als je helemaal hierheen gaat. Zeg het nou alsjeblieft niet. En als je door deze deur gaat, hè. Ik weet wat je gaat zeggen. Deze prachtige deur. Dan ben je natuurlijk nog in hun kingdom. En dan hier rechts heb je toch zo'n mooi uitzicht. Dat is denk ik by far het mooiste, ja, van het hele kingdom is gewoon het uitzicht dat ze hebben op kingdom content daar. Je pijl is verdwenen. Maar het leuke is, sick, dus. Het voordeel wat zij hebben altijd al gehad, is dat ze zo dicht bij het winkeleiland zitten. Ja, zeker. Of het is niet eens meer een eiland. Ik weet niet waarom we het winkeleiland noemen, maar... Cliff. Ja, vroeger was het winkeleiland en die traditie hebben we overgenomen. En nu is het gewoon de winkelcliff, maar dat klinkt niet zo lekker als het winkeleiland. Dat klopt. Dus nu hebben we gewoon nog steeds het winkeleiland. Ja, als we daar ook eens even gaan kijken. Ja, we gaan eventjes kijken, want al die huisjes hebben nog niet echt een interieur en zo. Ik weet dat dit huisje dat wat hier komt, die ben ik aan het bouwen. Hier komt een blacksmith, wilde ik hier maken. Oeh, en voor de rest moest ik nog een farmhouse maken en een minehouse. En hun main huis is volgens mij... Oh nee, is deze hier. Hier hebben hun... Ja, dit is letterlijk een kistkamer en zo. Hier wonen ze eigenlijk. Ja, ja. Maar zij kunnen natuurlijk gewoon hierin lopen. Langs hun spa-water natuurlijk. Spa-water. Spa-water, lekker. Deze video is gesponsord door spa-water. Mineraalwater, lekker. Mineraalwater, lekker. Nee, hier. Dit is echt een voordeel waar ik echt jaloers ben. Dat ze gewoon zo snel als ze hier naar beneden gaan. 1, 2, hoppakee, ze zijn op het winkeleiland. Gegroet Bram. Welkom in de winkel van René van de Jungle. Dit is de winkel van Kingdom Jungle. Dag, collega. Collega. Nee, dit is gewoon... Zij verkopen eten, bones, jungle-hout, jungle sugarcane, jungle vines en jungle leaves. Oh ja, en alles bamboe. Alles jungle. Alles van de jungle. Nee, het is leuk. Dit is de eerste winkel die er was, hè? Ja, dat klopt. Dit is de allereerste winkel. En daarna kwam mijn ref daar beneden. Nou, die kennen we natuurlijk wel. De winkel van voren. Ja, nee, maar van deze volgorde bedoel ik. Gewoon zo. Kijk, ja, dan heb je daar heb je de winkel van Kingdom Koud. Dat is gewoon een sneeuwwinkel waar sneeuw wordt verkocht, helemaal. Oh, hier heb je de recht waar mijn hout is zo wordt verkocht. En de Totem of Undying. Is die overigens gekocht, vraag ik me af. Ik ben opgelicht! Er staat Totem voor 20 dia. Niemand heeft er 15 in gedaan. Juist, heel goed. Ik ben opgelicht. Dat meen je. Dit heb je goed gedaan. Nee, dit is oplichterij. Iemand owed mij 5 diamonds. Iemand is mij 5 diamonds verschuldigd, Brom. Dit hebben ze gewoon goed gedaan, Max. Nee, dit is niet goed gedaan. Ik ben niet aan het oplichten. En dan hebben we hier het winkeltje van Kingdom Family. Ja, van de Fat Family. Van de Fat Family. Dat is prachtig. Wat verkopen ze eigenlijk? Dat is een soort hut. Ja. Hout. Overpriced as fuck. Ja, ze hebben echt dure dingen verkopen ze hier. Ze hebben echt... overpriced as shit. En toch kopen mensen. What the fuck? Echt? Oh, 10 diamonds. Ja, ze hebben op zich wel wat verkocht dan. Dat is wel een leuk winkeltje hier. Dit is dat vliegende winkeltje zo. Met die ballonnetjes aan de zijkant. Moet ik toegeven. Een prachtig winkeltje. Dan komen we hier aan bij het winkeltje van de zandwicht en de zandheks. De zandwinkel. Nee, het spreekt voor zich. Hier wordt gewoon zand en zo verkocht. Dan zandproducten. Hebben we hier de lelijkste winkel van allemaal. De beste winkel van allemaal. Kingdom Ford. De winkel van Ford. Volgens mij hebben jullie wel het meest verdiend, denk ik. Wij verdienen goed met onze boeken, jongen. Kijk eens wat hier allemaal in zit, jongen. Die zijn echt ook allemaal door mij. Okay, weet je hoeveel boeken ik bij jullie heb gekocht? Dus heb je gecheckt wat erin zit, Max? Ja. Ik heb al veel gekocht. Ja, je hebt echt al misschien bijna een stek aan ons gekocht. En het meest zielige winkeltje, de slijmbas. Oh, dat wordt echt gekocht ook gewoon. Dat wordt ook echt goed gekocht. Maar het is gewoon een subtiel klein winkeltje, dit. En dan dit is, de leukste winkel van allemaal, Bram. Daar tegenover, daar bij deze de deze. De bouwwinkel. De bouwnoodwinkel. Juist, winkel, bouwnood. De bouwmarkt is dit. Je kan je... Heb ik al een nieuw order? Nee, maar ik moet hier van Anne moet ik ook nog behandelen van de Zandhex. Ja, dat is mooi. Dat doe je goed. Dat is netjes. Dat doen we goed, hè, Brom. Nou, dan was dat het winkeleiland. Want hier rechts wordt ook wat gebouwd. Maar dat is nog niet af. Wauw. Dit wordt de redstone winkel van Maurits en Mark. En oh, ze zijn bezig geweest. Abonneer op Rick Ford. Rick heeft gewoon weer toegeslagen. Hoe komt dat hier terecht? Hij heeft gewoon weer toegeslagen, jongen. Echt waar.
Hij heeft het weer gedaan. Laten we doorgaan naar Kingdom Forden. Bram, geef maar een rondleiding. Groet, kameraden, kijkers, vrienden en vriendinnen, koters en koterinnen, krijgers en krijgerinnen. Welkom in het machtigste kingdom van de wereld. Kingdom hier begint content. Hier begint de tour. Nou, wat is hier? Overmaak. Nee! Ja! Waarom? Stom, de fucking Rick ook, jongen, echt waar. Nou, dit is prachtig. Hier, dit is denk ik het mooiste van jullie king. Ja, dit hebben wij gebouwd. Dit is namelijk de Nether Portal die, weet het? Ja, dit is gewoon ons kasteeltje, onze Nether Portal. Ja, mooi gebouwd. Ziet er goed uit. Leuk in gebouwd door King naar voren, ja. Hier hebben we, dat moet ik wel even props naar Rick geven. Nou, het is een mooie brug. En Noah, trouwens. Een mooie brug is het geworden. Die hebben hier echt al mijn stone verneukt om deze brug te... Maar het is ook echt gewoon een machtige brug. Weet je, hij oogt echt. Dit straalt dominantie uit. Nou, laten we zien. Waar leidt het heen, Bram? Voor de nieuwe kijkers die het al niet weten. Goed, als mensen de oorlogsvideo hebben gekeken van Max of mij, dan weten ze dat hier de slag om de brug is gebeurd. Ja, hier is Max finaal afgeslacht door mij. En ik ben onder gegaan. Maar dat was allemaal een plan, jongens. Want uiteindelijk heeft hij deze slag gewonnen, maar had ik de oorlog gewonnen. Ja, maar ik zat gewoon goed in mijn rol. Ik was zo lekker aan het vechten. Door die slag hier, dat heeft jou veel te veel testosteron gegeven, Bram. Dat kon je niet meer aan, waardoor je de oorlog beter onder gegaan. Daardoor heb ik gewonnen. Nou, maar we hebben dus eigenlijk de buitenmuur en de binnenmuur. We zijn zojuist, dit is de buitenmuur, hè, de grote muur. Dit is waar de schutterspositie staat. Dit is eigenlijk alles over Rick gebouwd. Ik ben de resource niffo. Ja. Rick is de bouwniffo. Rick is de bouwniffo, ik ben de resource niffo. Hier is onze machtige paardencollectie. Hier zijn al honderden paarden gestolen. Ja, zeker door wie zou dat komen. Kwast kwam Hiroshino ook vandaan. Dit is de dansvloer. Ja. Nou, er zijn veel feesten geweest. We gaan geen muziek draaien, Bram. Helaas, sorry. Hele lege ruimte hier ineens. Maar dat zal ik zo meteen wel uitleggen. Okay. Hier is onze zuidelijke poort. Ja. Prachtige poort. Stiekem open en dicht. Ja, prachtige zeker. Poort. Als ze een keer willen farmen, dan hebben we hier, kan Robin heel slecht tegen, spijt me Robin, dan hebben we hier een AFK-pool. Maar je kan hier gewoon in staan en je blijft heen en weer gaan. Dat klopt. Maar hoe werkt het dan? Hoe ga je hier omhoog? Gewoon... Hoe werkt dit? Bro, Rick is mijn engineer, die heeft het allemaal gemaakt. Maar je blijft echt omhoog gaan, wat slim. Dit ga ik tegen Robin zeggen. Rick weet het al. Hier is onze ezelverzameling, waar helemaal niks meer van over is. Maar wat is dit? Dit is, hier ga je de binnenmuur in eigenlijk. Oh, maar daar is verder niks. Je wil. Ja. Oh, een kat! Echt? Nee! Sterf! Nee, ik kom terug! Oh, hij heeft geen fall damage, dat maakt me druk. Nou, weer omhoog. Nou, de kat is nu in de mines. Hij gaat... wat is hier? Ja, dit is een weg. Dit is zeg maar onderaan. Dit was de oorspronkelijke ingang naar voren. Toen we hier nog geen... Hoezo wist ik dit niet? Ja, dit mensen dit weten is een geheime ingang. Niet. Maar toen wij... Kom eens hier. Toen wij nog niet daarboven woonden. Woonden toen wij in dat daar, huisje daar. Dat weet toen ik nog. We alles gingen verhuizen. Was dat heel makkelijk via hier. Oh, maar deze. Maar dit is gewoon een geheime route die ik al die tijd... Was deze ook tijdens de oorlog hier? Zeker. De ding staat er al voor dat heel Fort Vorder er was. Oh, maar deze, dat meen je. Maar niemand wist dit, dus het is ook niet gebruikt. Nee, dat klopt. Dit had echt gewoon, we hadden kunnen infiltreren via hier. Ja, dat klopt. Nou weet je het. Dus als er nog een oorlog komt, dan zullen we hem weghalen natuurlijk. Nou, laten we naar het binnenfort gaan. De deurbel is helaas weg. Van de Rickroll. Echt, waarom? En hier is... dat wilde Rick, weet ik veel. Hier is het binnenplein. Want de deurbel deed hem te veel denken aan zijn eigen buik. De Rickroll. Ik denk het. Die ga ik niet over lachen natuurlijk, maar ik moet wel lachen. Hier is de kistenkamer. Hier zijn onze goede en slechte boekjes. Ja, prachtig. Dus, hij heeft ook echt goede boekjes, slechte boekjes. Ja, dat heeft Rick allemaal. Maar zo heeft Rick het allemaal genoemd. Dit is een veilige ruimte hier. Dit is niet een veilige ruimte. Zo, het voelt veilig hier in de binnenmuur. Het is hier nooit veilig, Max. Oh ja, die drie de prachtige ruimte. En dan hier, dit is jullie enchantment room. Dit is de enchantment room. Rick is de engineer, dus ik mag helemaal geen credits eisen. Ik mag eigenlijk alle credits eisen, want ik heb alle resources gevarmd. Rick heeft alle... Dit was onze brewing station. Ja? Dit was de Chris. Oh, is dit de originele Chris en vis? Wie is vis 1? Nou ja, Rick die was dus bezig met vissen in een vijver aan te krijgen. Alleen toen kwam er een axolotl. Ja. Dus die heeft Alrikse vissen geslacht. En toen heeft hij dus een visopgang hier die hij nog wil sparen. Ja. Oh mijn god, en hier jullie slaapkamer. Leuk. Hier hebben we, waarom Maya erbij. Waarom is hier een bij? Er is hier een keer een bij gespand. En dit ding wil echt altijd al door dit gat gaan. Maar dat kan hij natuurlijk niet. Dus wij hebben hier een bij hostage genomen. Bij / me takes hostage. Ja, dus we hebben hier nou gewoon onze bij als we gaan slapen.
Leuk. En ja, dit zijn de bedden van de admiraal, ja, de schout bij nacht en de generaal. Hier een poepgat. Nou, dat is dus escape hash waar niemand iets van weet. Wat is hier? Nieuw? Dit is de nieuwe simput, want voorheen... Die zat natuurlijk daar. Ja, ja. Hier slapen de zandheks en de zandwicht. Ja, dat klopt. Dat is correct, okay. Tevens juist. Duidelijk. Nou komen we misschien wel aan bij het leukste gedeelte van Vervoorde. De kelder. De kelder is natuurlijk wel echt inderdaad groot ook voor jullie. Ik zal wel een tour geven. Nou. Dit eerste hier, ja, die is onze beacon helemaal beneden. Ja. Je kan hem nog wel zien als je een beetje inzet. Ja, inderdaad. Dit is gewoon een beetje storage wat niet gehorend is. Dus hier is het niet speciaal in. Dit is de vergaderzaal. Hier hebben we goed vergaderd. Heel voor. Het is een beetje outdated. Ja, het is outdated, ik weet het. Maar hier hebben we veel ruzies gehad, Bram. Hier zijn meer ruzies ontstaan dan gestopt. Dat is een beetje het akelige. Dat klopt. Hier zijn echt veel ruzies ontstaan. Hier hebben we de farms. We hebben een wortel- en potato-farms. Ziet er goed uit. Ziet er goed uit. Hier hebben we de katjes. Ze spawnen hier for some reason. Alleen maar katten. Dus als je ooit een keer kat... Ja, dus deze blijven maar katten spawnen. Oh, maar deze. Dus en is één onze... koe. Mag dit ook weer een vlek zijn? Hij mag hier rondlopen als vlek, maar wel in dit territorium. Oké, prima. Dan hebben we hier de oorsprong van Project K. Huh? Oh mijn god, die was me nog nooit opgevallen. Dan kom je hier dit is waar Project K is. Hier zaten al onze potions in. En maar hier kon je dus alle dingen opblazen. Dus dan kon je de netherportal opblazen, jullie arena opblazen. Ja, netherportal was... Dit was allemaal, geboekt. Landmijnen zeg maar. En zo. Ja. Nee. Dit, voor de rest doet het niks. Het is nou gewoon een storage Wat is room dit? Eigenlijk. Tijdelijk vredesverdrag. Ja, maar die is gerikt, dus die... En hier? Ja, dat is niks. Dit vind ik jullie mooiste ruimte, denk ik. Hier, onder de trap. Nou gaat die komen. Dit vind ik echt een hele mooie ruimte. Dit is onze trading hall. Die is zo lijp, deze trading hall. Zeker. Ik vind die blokkencombinatie vind ik heel mooi. Ja, wederom credits naar Rick. Crick Force, hier zit een button. Geheime deur. Nee, er zit hier. Nee, dit is wel. Hier zit geen geheime deur. Dat is gewoon spoiler. Nee, maar dit is wel echt leuk. Echt een hele leuke. Wij hebben denk ik de meest goedkope villagers in heel Content Veen. Dus qua books hebben wij legit de Monopoly en emeralds. We hebben echt bokveel emeralds. Bokveel emeralds. Ja, kijk, hier hebben we. Okay. Kijk, want wij verkopen sticks. En hier Jezus, gast. Ja, en het zijn er nog veel meer dadelijk als we al die sticks verkopen. Dus wow. Ik heb echt maar één villager en dat is Berend. En Berend is het machtigst van allemaal. Berend is de alfa. Dat weet je. Schij uit, Max. We hebben ook hele goedkope boekjes. Ik bedoel, Power 5 hebben we voor 20, Efficiency 5 Jezus. Hebben we echt voor 13 of zo. We hebben dat is echt heel insane. Goedkoop. Oh. Je wilt niet weten hoeveel tijd ik met die villagers heb zitten kloten. Jij hebt mensenhandel gepleegd. Ja, maar ik heb legit echt alle mensen hier in mijn bezit. Ja, dat was voor hem de rest. Ja, we hadden de arena, die was er natuurlijk. Hoe ziet hij er nu uit? Is het al gefixt? Plat. Oh, dat is gewoon echt gefixt. Dat hebben we weggehaald. We willen nog wel de vloot gaan bouwen. Of met Olaf wil nog wel de vloot gaan bouwen. Dat doen we ergens. Jij, ik zag je slaan, jongen. Jij bent zo'n hufter eigenlijk. Zo'n ongelofelijke hufter. Maar de vloot? Ja, de vloot wil ik nog wel gaan bouwen. Die wil ik eigenlijk bij het Winkel Island gaan bouwen. Daar heb ik gewoon het meeste water. En dan misschien dat we daar een keer een zieke... Verder. Een zieke, shop of zo op kunnen maken. Ja, dan blazen we jouw verlot op. Mooi. Laten we nu naar de laatste gaan en dat is natuurlijk de mooiste. Oké, Bram, welkom in het meest prachtige kingdom van allemaal. We beginnen in het dorp. Vroeger, dit is zeg maar het oudste dorp met heel Content Veen. Dit stond er als allereerste. Het enige wat over is een ruïne. Ooit stond hier een prachtig huis. Maar toen we door de vloedgolf is dit vergaan. Er zijn bosbranden geweest. Er is veel oorlog geweest hier allemaal voordat jullie überhaupt geboren waren. Drommels. Was hier oorlog. Dit is Reno's droom. Die is nooit uitgekomen. Wat was de droom? Een dorp hier. Een dorp. Nou, ooit komt hier nog een dorp. Ik ben ervan overtuigd dat hier ooit nog een dorp komt. Reno heeft één dag gespeeld. Hoezo een droom? Laten we nu het pad nemen naar Kingdom Content. Het meest machtige kasteel van de hele server. Het meest machtige basis. Mooiste wel, moet ik zeggen. Dat vind ik leuk om te horen. Kijk, je komt hier aan. Hier komt Berendin. Berendina, zei je. Berendina, sorry. Hier komt de vriendin van Berend. Door Berendina. We hebben hier Berend, de meest machtige villager. Hij heeft de monopolie in handen. Ja, ik zie het. Machtig, Sharpness 5 voor 8 emeralds. Wat? Helemaal niet. Ja, bij mij wel. Efficient... Hou je bek, dat is niet waar. Efficiency 5 voor 8 emeralds. Hij heeft... Oh, bij mij voor 31. Maar, dan hebben we hier Stip. Stip is een van de OG's, die heb jij ooit een keer aan mij gegeven. Hebben we Gerda 2. Gerda 2 heeft het helaas niet gehaald.
verder één, bedoel ik. Dan hier het meest machtige beest wat er ooit heeft bestaan. Het beest wat het meest geliefd is op deze hele server. Hij is dood. Dat was Chris, Max. Nee, dat is Kwast. Dat was Chris. Dat was Kwast, Bram. Chris was de... Kwast was de OG-ezel. Die heeft alles gestart. Kwast. Hij was het startschot van je hele carrière. Nee, Chris. We hebben hier Vlek 2.0, je zei Kwast. We hebben hier Vlek 2.0. Vlek is helaas vermoord door jou. Heb je hier dode Kwast? En ja, dat waren de beesten. Kom maar. Mooie beesten. Ja, goed hè. Machtige beesten. Dan hebben we hier nog wat dieren. We hebben hier Dikkie Dik. Verstopt in de plant. We hebben hier Toeter. We hebben hier Jopie. En we hebben hier het gefaald experiment Dikkie Dik. Dit was ook ooit een kat. Dan hierboven. Dit was mijn OG huis. Hier woonde ik altijd eerst. Ja, dan hier heb je mijn enchantment room. Tijdelijk nog steeds. Tijdelijk enchantment room. Nou, dan gaan we naar beneden. Dan komen we natuurlijk in het kasteel aan, Bram. En daar heb ik je eigenlijk al een keer toegegeven. Maar we gaan het gewoon nog een keer doen. Ja, doe het gewoon even sneller, want het is zo groot. Oké, daar komt hij. Je komt hier aan binnen in een prachtige gang. Hier rechts komt iets. Wat gooide je? Ik wilde je een swiftness potion geven. Alleen niet dat weg. Kijk, hier heb je een mooi kamertje waar iets komt. Ik weet alleen nog niet wat hier komt. Maar er komt iets. Dan hier de grote hal natuurlijk. Maar daar komen we straks. Eerst even door deze leuke hal hier doorlopen. Want hier links. Hier kan ik echt een leuke ruimte van maken. Ik weet alleen nog niet wat ik er wil. Maar dit wordt een leuke ruimte. Dan hier kom je gewoon in de gang. Met de donatiemuur en de telmuur. Hier doe ik het telspel tijdens mijn livestreams. En de donatiemuur spreekt voor zich. Dan hier links komen we in een logeerkamer. Waar ik eigenlijk als ooit een keer iemand bij me in kom trekken. Ik hoop nog steeds dat ik een keer niet alleen ben in dit kasteel. En gewoon samen kan wonen met iemand. Dan wordt dit zijn kamer. Mag hij hier zijn slaapkamer van maken. Dan hier. Komen we in de grote hal aan met de escape room. Of escape ruimte, wat zeg ik nou? Kan je gewoon naar buiten. Eenmaal buiten kom je niet meer binnen, behalve via de normale deur. Dan hier doorlopen heb je een kleine ruimte waar niks komt. Dan een klein gangetje hier. En dan komt hier de grote eetruimte. Met dan ook gelijk route naar Kingdom Couch, waar we net boven stonden. Met een mega machtige brug. Zeker. Sterk. Dit is een sterke brug, Bram. Dan als je weer in de grote hal aankomt hier, dan kan je naar boven. Trouwens, je kan hier ook naar beneden, maar hier beneden is nog helemaal niks, behalve dan dat je in de brug kan lopen. Naar boven zijn best in de plek waar je eigenlijk het meest gaat komen. Namelijk hier links heb je gelijk nog een lege ruimte, maar de kistenkamer. Hartstikke mooi, hier ben ik het meest. Dan een prachtige route zo met een prachtige zonneschijn hier. Hoe leuk is dat, Bram? Oh ja. Ah ja, mooi. Dan hier een enchantment ruimte. Ziet er goed uit. Zeker, mooi ingericht ook. Mooi ingericht vooral. Mooi interieur inderdaad. Ja, heel veel is nog leeg, omdat het gewoon... Ik ben echt pas geleden klaar met de buitenkant van het kasteel. Dat ik zoveel bezig ben met het interieur. En dan mijn nieuwe slaapkamer. Die iedereen heeft hem. Als je gewoon mijn video's volgt, heb je eigenlijk alles al gezien natuurlijk. Maar dat is hierboven. Tuurlijk. Hier komt mijn slaapkamer zo. Ja, erg leuk. Met de master bedroom. Met een perfect uitzicht op de poort. Dan gaan we verder naar beneden. Want dan gaan we nu naar de andere kant van de tweede verdieping. Daarmee ga je ook naar de derde verdieping zelfs. Dat kan alleen via deze kant. Hier twijfel ik wat ik wil maken. Komt wel. Verzin wel iets. Maar dan heb je gelijk hier de route. Zo hadseflats naar de derde verdieping. En dat is een heel klein ruimtetje. Met een trappetje hier naar boven. Dat je gewoon op de toren staat. Nou, ik kan wel even laten zien. Dan heb je gewoon uitzicht op het hele kasteel. En dan zie je ook hoe hoog je eigenlijk op het moment bent. Dat we al die trappen al genomen hebben, weet je. Voor je gevoel ben je helemaal niet zo hoog als dit ineens, weet je. Dat heb je helemaal niet door dat je al zo hoog zit. Dan gaan we verder naar beneden weer hier. En dan kom je in een groot dakterras met daarbij de vergaderruimte die nog niet een vergaderruimte is. En Bram? Ja? Dat was mijn kasteel. Mooi! Dat was een hele snelle tour, want mensen hebben dit waarschijnlijk allemaal gezien, dus ik ga je niet lang over doen. Daarom. Ben je nou vooral benieuwd naar dit allemaal, moet je gewoon alle Content V video's kijken natuurlijk. Bram, dit was de tour. Dit was alles. Mooi! Dit was de content. Mooi. Er zijn zoveel meer dingen nog in Content V, als in kleine gebouwtjes verspreid door de hele map. Allemaal kleine farms hier en daar. Mensen die er weet ik voor wat gedaan hebben, maar dat ga ik natuurlijk allemaal niet laten zien. Ik laat gewoon iedereen zijn basis in. En Bram, helemaal aan het einde van Content V seizoen 2, weet ik voor wanneer dat komt, gaan we nog een server toe doen. Dan gaan we er nog een doen. En dan gaan we deze vergelijken met de vorige en dan kunnen we zien hoeveel progressie er weer is gemaakt. Absoluut. Goedgekeurd. Maar voor nu, dankjewel voor het kijken in deze video. Vond je het nou leuk? Abonneer dan zeker even. Bram is zichzelf aan het vermoorden hier achter me. Lekker bezig, Bram. Abonneer zeker als je dat niet hebt gedaan. Kijk ook even deze video. Het is een hele leuke video. Spreek later. Glaasje water. 4 vs 4. Bye!